Hallo, wij zijn hier op de Dutch YouTube Gathering Industry Day. Ik ben hier met Mark Veller van Veller Media en Janet Badhoorn van janetbadhoorn.nl, toch? Ja, en Get Social. En Get Social. GetSocial.nl. Yes. Yes. Nou, we zijn hier om heel veel te leren over online video. Het is echt een leuk evenement als je op een professionelere manier aan de slag wil met video. Ja. Wat is jullie opgevallen hier dit jaar? Nou, ten eerste, toen ik binnenkwam vanochtend, dat ik dacht, nou ben ik echt de oudste. Gewoon echt de oudste. Wat ik ontzettend leuk vind van YouTube en van videomarketing, is dat het voor mijn generatie een volledig nieuwe wereld is. Een volledig nieuwe social media wereld, een volledig nieuwe videowereld. Ze gaan heel anders met hun doelgroep en met hun content om dan wat wij eigenlijk, en wij zijn ook nog maar 10 jaar bezig, maar wat wij professioneel geleerd hebben. En hoe dan? Hoe gaan ze anders op? Snel, authentiek. Ze stellen zich wel wat strategische vragen, maar niet superveel. Ze gaan gewoon aan de slag. Ja. En, uit passie dan vooral? Het is echt passie. Ik denk dat heel veel YouTubers ook beginnen als liefde, werk, oud papier, om het zo te zeggen. En er zijn er een paar die daar nu gewoon goede inkomens uit halen. Zo langzamerhand te begrijpen dat het kunstje wat ze doen, wat uit liefde en passie is gedaan, ja. Dat beginnen ze te begrijpen dat het een vak is en dat je daar geld mee kan verdienen. En beginnen dat te polijsten en te verbeteren. En dat vind ik heel bijzonder om te zien. Wat mij overigens als eerste opvalt is dat het nog zo klein is. Want ik vind dat hier echt gewoon 10 keer meer mensen zouden moeten zijn. Ja, het is nog heel knus. Omdat het hier natuurlijk gebeurt. Ja. Het is nog steeds een klein geheim genootschap, terwijl het natuurlijk heel erg groot is in wezen. Dus nou ja, maar dat is wel interessant. Want jij doet al heel lang online video. Hoe lang zit je al in de online video wereld? Nou, zeg maar 8, 9 jaar. Nou, dat is voor online video heel lang. Ja. Wat is jouw, want ik heb zelf het idee, ik heb natuurlijk 10 jaar in Amerika gewoond, en ik heb het idee dat de video in Nederland echt nog een beetje in de kinderschoenen staat vergeleken met Amerika. Vooral maar YouTube dat gaat ook dan. Blijven. Ja, dat denk jij. Hoezo? Ja, om de doodvoudige reden dat we zo'n kleine markt zijn. Amerika heeft een veel grotere markt. En daar zijn gewoon makkelijker budgetten te behalen. En dan bedoel je blijven als in commerciële opzicht blijven. Want ik ga ervan uit ik werk veel met kleine bedrijven, zelfstandige ondernemers. Mm-hmm. Ik ga ervan uit dat die videomarketing in hun mix gaan opnemen. Oh, dat doen ze al volle bak. Ik bedoel, dat is ook het probleem niet zo. Maar als het gaat over kanalen die zichzelf gaan exploiteren. Ja, oké. Okay. Dus, zeg maar video als exploitatiemodel. Ja. Als businessmodel. Als businessmodel. Dat is gewoon een lastige in Nederland. Er zijn partijen die daar geld aan verdienen. Ik denk dat sommigen erg overdrijven, dat er minder wordt verdiend dan ze zeggen. En als je gaat kijken naar de CPM's op video's, dan moet je echt waanzinnige aantallen halen om daar wat geld aan te verdienen. En ik zie om me heen ook allerlei teleurstellingen al van mensen die met kanalen zijn begonnen en denken van, oh god, ik word toch niet, ik word toch niet rijk. En dat is gewoon lastig en dat is in een Engels taalgebied. Hè? Als je, ik zou ook iedereen adviseren die echt goed is om zo snel mogelijk richting internationaal te gaan. In het Engels te gaan doen. Want dan kan je wat verdienen. En in het Nederlands taalgebied is dat toch lastig. Maar ja, dat vind ik interessant dat je dat zegt. Want ik zit er zelf ook wel een beetje mee. Of ik nou Engels of Nederlands moet doen, omdat ik wel Engels kan spreken. Nederlands ook wel een beetje. Maar wat ik lastig vind is, in Nederland heb ik het idee dat je nog een beetje pionier kunt zijn op dat gebied. Er zijn nog niet heel veel. Moet je zelf ook, als je praat, moet je zelf in beeld zijn. Oh, hallo. Ik haal het allemaal in de gaten. In Nederland gebeurt dat gewoon nog niet heel veel. Er zijn nog niet heel veel kanalen bijvoorbeeld over moederschap of over video's maken, dat soort dingen. Dus moet je dan richten op de Nederlandse markt of op een Engelse markt die eigenlijk veel groter is en waar je in kunt, in een zee van andere video's kunt verdrinken? Ja, ik zou jou adviseren om het voor de Engelse markt te doen. Ja? Omdat die markt gewoon veel groter is en omdat je die markt ook kent en omdat je die taal heel goed spreekt. Dus waarom niet? Er zijn natuurlijk heel veel Nederlandse makers die dat niet kunnen. Dus die zullen zich altijd moeten blijven beperken tot Nederland. Maar de markt, ook voor moeders denk ik in Nederland of aanstaande moeders of is niet zo groot. Nee. Dat zijn niet zo heel veel mensen. Nee, dus, het hangt ook van je doel af. Want als jij het doet als ondersteuning voor je eigen brand en je hebt taken en inkomsten daarnaast, kun je het prima in het Nederlands doen. Als je zegt, ik wil gewoon van mijn kanaal kunnen leven, dan kun je een andere taal. Ja, dat is een heel ander doel. Dus ja, dat klopt. In je strategie moet je daar ook gewoon naar gaan kijken, denk ik. Ja, wel in beeld blijven. Ja.
Dan moeten we heel dicht op elkaar gaan zitten. Dat is het. Nou, allebei heel erg bedankt dat jullie even met mij wilden praten over online video. Heel leuk om jullie te ontmoeten, want we hadden elkaar nog niet eerder in de echt nog gezien. Niet, nooit. Nee, hartstikke leuk. Dat is goed. Bedankt. Dankjewel. Jij ook.